Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij misschien wel een nieuwe serie op mijn kanaal Jurassic Gaming. Ik kreeg de afgelopen weken, afgelopen dagen, afgelopen maanden heel veel requesten, oftewel verzoeken, of ik wilde gaan proberen een nuclear te halen, oftewel een nuked out te halen in Free For All. Iedereen vroeg erom. En het punt is, ik zuig in Free For All. Ik kan elke game mode spelen, Domination, Demolition, Team Deathmatch. Gewoon alles waar je team tegen team speelt. Ook gewoon multiteam, 3 tegen 3 tegen 3. Maar Free For All vind ik persoonlijk echt gewoon rot om te spelen. En dat komt gewoon omdat altijd als je lekker bezig bent, altijd als je bijna die orbital hebt, altijd als je bijna misschien een nuclear hebt, heb ik nog nooit gehaald, maar goed. Dan spant er iemand in je rug, ben je elkaar de lul en dan moet je gewoon weer van vooraf aan beginnen. Er gebeurt altijd iets in Free For All wat gewoon kut is. En ik wil dus deze serie gaan starten, maar alleen als jullie dat echt willen zien. Dus geef deze video eventjes een duimpje omhoog als jullie deze serie willen zien. Dan ga ik hem starten, proberen een nuked out, oftewel gewoon een nuclear te halen in Free For All. We gaan gewoon steeds het eerste potje uploaden. Dus misschien gaat het soms echt bagger slecht. Misschien haal ik dan 30 om 20, want ik zuig gewoon in Free For All. En wat er met deze room gebeurt, dat weet ik niet. Game starting in 0. Jongens, migrating host. Hey, dit spel is echt goed te houden, niet normaal. Ik weet niet wat er hier gaat gebeuren. Ik zie het vanzelf wel. Maar heel veel mensen vroegen erom. Dus ik dacht, nou, ik wil altijd doen wat jullie graag willen zien. Dus vandaag wordt het dus deze nieuwe serie. De game gaat opnieuw beginnen, zo te zien. Er staat nu opeens Time Remaining. Wat gebeurt hier allemaal, man? Dit is echt vaag gewoon. Als die over 5 seconden die start, dan ga ik een nieuwe joinen. 5. En 4. 3. 2. 1. Later. Doei doei. Dan join ik wel weer een nieuw potje. Ik hoop niet dat we in een playing game komen. Dat is natuurlijk een beetje rot. Maar jongens, vergeet dus niet te liken als je deze serie wil zien. En nu kan ik nog ineens met een potje joinen, man. Wat? Jongens, ik mag gewoon geen Free For All spelen voor Call of Duty. Dit is de allereerste aflevering, mensen. Laat me nou alsjeblieft gewoon eventjes chill een potje joinen. Nou ja, weet je, ik wacht wel. Het punt is, ik weet niet wat voor class ik moet gaan gebruiken in Free For All. Ik heb gewoon de UAV, de counter UAV en de Orbital Visit aanstaan natuurlijk. En ik denk dat ik deze class ga gebruiken. Ik heb net heel veel snel in elkaar geflunst. Dit is eigenlijk mijn ghost class voor als ik echt alleen maar UAV's tegen me krijg en shit. Dus ik heb aanstaan hardline in plaats van ghost nu. Dus hardline, dat is snel onze streaks kan halen. Toughness, scavenger, dexterity. 2 bouncing baddies, dat heb ik expres gedaan omdat ik die dan gewoon random in de map kan gaan gooien. Maar ik zet er eventjes 1 aan, want 2 dat is een beetje nutteloos. Ik zet eventjes extended max aan, dus dat is gewoon hero extended max. Waar ben je hier? En dan zet ik gewoon secondary even B20R aan als we out of ammo zijn. En ik weet niet wat er hier gebeurt. Nu loopt mijn hele Call of Duty vast. Jongens. Oh. Oh. You have been signed out of PlayStation Network. Oké, ik vind het allemaal wel best. Log me maar weer in, jongens. Connecting to online service. Ik doe niks. Ik doe helemaal niks. What the fuck, man? Wat is dit nou weer? Ben ik nou nog ingelogd? Ik ben niet meer ingelogd. Dan kan je ook niet connecten, vriend. Ik vind het heel erg goed dat je dat wel probeert. Maar het gaat mooi niet lukken als ik niet ingelogd ben op PlayStation Network. Dus ik weet niet wat hij nu allemaal gaat doen. Ja, ik ben weer ingelogd. Goed zo. En dan nu connecting. Ja. Ja. En dan Free For All. En dan komen we in een potje. Ja. Hey, dank u wel. Woe! Let's go. Oké, we gaan dus dit potje spelen. We proberen de nuclear te halen. En ja, ik ben slecht in Free For All. Ik heb niet een bepaalde tactiek. En de enige tactiek die ik eigenlijk heb is gewoon de spawns controleren. En we moeten ook nog wel gewoon een chille map krijgen. En loop je nou serieus weer vast? Oh nee. We moeten ook gewoon een chille map krijgen natuurlijk. Kijk, nu heb iedereen op een bepaalde map gefoto. En ik foto wel eventjes mee op Express. Jamer vind ik sowieso te groot. Turbine vind ik te groot als je die in Free For All kan krijgen. De mappen die te groot zijn, zijn kut in Free For All. Want dan spannen ze echt gewoon overal nergens. En de chillste map is denk ik Raid. En dan kom ik opeens weer in een nieuw potje. Wat gebeurt hier allemaal? What the fuck? Foto alsjeblieft op random mensen, want Jamer vind ik te groot. En de kleine mapjes zijn ook kut zoals Nuketown, want dan spannen ze ook overal nergens. Dan spannen ze gewoon links, rechts, boven je, onder je, voor je, achter je, overal nergens. En de ideale map is dus gewoon Raid, Stand of Express, die kan er nog wel mee door. En ja, gewoon die kleine compacte mapjes, wat mijn ideale map setup is. En de map die we nu dus als de allereerste aflevering gaan krijgen, nou, daar ben ik niet zo blij mee. Maar we gaan nog gewoon spelen. Ik ga niet race quitten natuurlijk, want dat slaat nergens op. Dus we gaan gewoon steeds het allereerste potje uploaden dat ik krijg. Misschien halen we een slechte score. Misschien halen we een goede score. Misschien ga ik een keertje wel 30 om 40. Misschien ga ik een keertje 30 om 1. Misschien ga ik een keertje 30 om 10. Maar dat zien we allemaal vanzelf wel. Free For All Jemen. Iedereen vroeg erom. En dan gaan jullie me nu zien falen, jongens. Dus succes! Nee, ik vind Free For All gewoon niet leuk. Op
Modern Warfare 3 heb ik heel veel free for all gespeeld. En het kwam gewoon dat je daar simpelweg nuclears of MOABs kon halen. Want als je daar de spans ging controleren, je rende rondjes. MOAB, 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 MOAB. Elk potje had je zo'n beetje MOAB. En in Black Ops 7 vind ik het gewoon niet echt, echt lekker. En wat? Ik heb het Extended Max op mijn class gezet en nu heb ik hem er weer... Oh my god, dit spel speest echt. Oké, okay, we moeten de spans gaan controleren. Ik heb nu een verkeerde class, want ik had net Danger Close uitgezet. En ik had Extended Max op mijn wapen gezet en secondair is B30R. Maar die is nu verdwenen. Dus, dit wordt spans controleren. En dit wordt het goed opletten op mijn geluid. Dat is denk ik het grootste... irritantheidsfactortje in Free For All. Je moet letten op je geluid. Ze staan nu al te campen. Jongens, alsjeblieft niet gaan campen. Ik probeer hier een nuclear te halen. We kunnen heel rustig aanspelen aan het begin. Zodra we de Orbital Visit hebben, moeten we snel gaan. Dus dat is een beetje... chill en... what the fuck? 3, 2, 1. Kut camper! Oké, ik laat hem lekker zitten. Ik laat hem lekker zitten. Hij heeft een sniper in zijn handen. Daar ben ik bang voor. Want die hebben natuurlijk een one-shot van kill. Jij bent ook dood. Nog één keer, dan heb ik een UAV. Die moet ik gewoon even binnenhalen. We blijven gewoon even rustig spelen. Kijk, ik hoef niet bepaald... rond te gaan rennen of zo. Ik mag het ook gewoon rustig doen. En ik ga nu even letten op mijn geluid. Want dan loopt er een links op het kamertje. Zie je, die zit er nog steeds te campen. Dat is die sniper. Die zit daar. Die is nu dood. En er zit er ook rechts van me. Kijk, met 3, 2, 1. Zie je, kijk, daar zit er ook een. Dat had ik al gehoord dat hij daar zat. En die zit zo te zien alle UAV's uit de lucht te schieten. Maar ik heb een count UAV. Dus, was gewoon even opletten geblazen. Want je weet dus niet waar al die enemies gaan lopen campen. En kijk, de spawns controleren, dat werkt wel. Maar dat gaat denk ik niet snel genoeg. En als je niet de spawns gaat controleren, dan kom je simpelweg campers tegen. Dus dat werkt ook niet goed. Dus een tactiek, die heb ik echt gewoon totaal niet. En ik ren dus nu ook gewoon dom rond, zoals je kan zien. Want ik ren nu gewoon overal heen waar ik zo een beetje heen kan rennen. En ik blijf gewoon tussen deze twee spawns deed dat lopen. Dus als er nu weer eentje hier spant, dan is het mooi. Gooi ik gewoon even een Bowsing Betty neer. En kijk, die vent die spant de hele tijd bij me. Dit is echt chill. Als die vent nou gewoon de hele tijd voor me blijft spannen, dan vind ik alles best. Even op die spans twee Bowsing Betty's. Je kan er maximaal maar twee neergooien, want als je de derde neergooit, dan verdwijnt je eerste. Dus dan moet je altijd opletten. Mijn Bowsing Betty ging hier af. Kijk, dat is die vent. Alsjeblieft. En nee, ze hebben lightning. Niet op mij. Oh, ik ben net op tijd weg. Hij kwam wel naast me, maar gelukkig zijn we op tijd weg. En het gaat nu al lekker. We zitten nu al op een 9 gun streak. Even die Bowsing Betty daar. Daar loopt hier niemand. Dus kunnen we langzaam doorrennen. We moeten goed op mijn geluid blijven letten. Ik heb nu bijna die orbital en oh my god. Oh my god, nee. Nee, oh fucking Tieter, die sentry gun schiet door de muur heen. Ik klop hem af. Jongen, ik zweer het je. We gingen zo lekker. Ik speelde zo rustig. Ik speel nooit rustig, hè. Dat weten jullie allemaal volgens mij wel van me. Ik speel nooit rustig. Zo rustig als ik nu heb gespeeld heb ik nog nooit gedaan. Maar dat is denk ik de enige manier om een nuclear hierin te gaan halen. En dan schiet die sentry gun me door de muur kapot. Ik vind sentry guns, die stoppen niet met schieten op het moment dat jij achter een muurtje staat. Die blijven gewoon doorschieten. En kijk, als je de orbital visit eenmaal hebt, dan haal je zo die nuclear binnen. Want dan haal je daarna meteen weer een orbital visit. Je hoeft er maar 10 kills voor te maken met hardline. Dus als je die orbital visit binnen hebt, gaat het vanzelf. Dan moet je niet op dit soort manieren gekild worden, want dat slaat weer nergens op. En kijk, dit soort personen, deze hier, die vent, die verneukt altijd alles. Er moet altijd één zo'n kindje in zitten die alles moet verneuken in zo'n game. Die gaat hier lopen zitten met de sentry gun. Met allemaal andere troep. En die doet verder helemaal niks. En die gaat alleen maar lopen camp. Kijk, hier zit er nog zo'n persoon. Dit deed ik net ook. Hoi. En er zitten altijd van die mensen in die dit soort dingen gaan doen. En je kan er gewoon niks tegen doen. Kijk, ik zat net ook lekker rustig te spelen, weet je. Maar ik probeer tenminste nog een nuclear te halen. Deze mensen proberen gewoon het potje te winnen met een goede score. En dan moeten ze door... gaan campen. En ik, oh shit. Ah, ik dacht dat hij al dood was. Ik gebruik ook nooit de silencer op mijn wapen. Dat is ook nog een bepaald tactiekje dat ik altijd toepas in Free For All. Ik heb altijd op een of andere manier een silencer aanstaan in Free For All. En door een silencer wordt je wapen natuurlijk slapper. Dus je hebt ongeveer anderhalve kogel meer nodig om een enemy te killen. Dus soms vergeet je dat eventjes. En dan stop je met schieten omdat je denkt dat hij dood is. En dan is hij dus nog niet dood omdat er een silencer op je wapen staat. Dus dat is ook even altijd opletten. Maar ik wen er vanzelf aan, jongens. En dan halen we die nuclear gewoon. Kijk, we hadden nu al een 10 gun streak, weet je. En die orbital visit, totdat je die hebt, moet je gewoon even rustig spelen. Als je de orbital visit hebt, kan je de kaart op af gaan rennen. En als je dan de kaart op af gaat rennen, haal je vanzelf weer een nieuwe orbital visit. Omdat je die ene orbital visit nog steeds in de lucht hebt hangen. Dit soort personen moet je wel voor gaan oppassen natuurlijk. Want die killen je gewoon in één keer. Als je daar niet voor oppast, voor dat soort mensies. Dus ja, ik denk dat het niet heel erg moeilijk wordt. Maar ik denk dat het wel wat tijd gaat kosten. En, nou, we zien het vanzelf al, toch? Ik vind het wel goed. Jij zit hier weer lekker te campen. Even kijken, kom je naar buiten? Kom maar naar buiten, maat. Ja, goed zo, dankjewel. Woo! Let's go, maat. Jij bent chill. Die rent tenminste naar buiten. Dan gaan wij nu even zijn campspot overnemen. Toink, Bowsing Betty. Bye! What the fuck, jongen? Hij spant in één keer weer achter me. Die zie je, dat bedoel ik dus met de spans in Free For All. Ze spannen overal en nergens. Dus, ja.
Het punt wordt wel, dat is wel een beetje kut. Op het moment dat ik één kill maak en ik ga meteen dood, kan ik meteen alweer de nuked out niet halen. Dus dat wordt wel een beetje rot van deze serie. Dat als ik dus een kill maak en ik ga meteen dood aan het begin van zo'n game, dan kan ik meteen de nuked out niet meer halen. Dus dat wordt wel een beetje rot. Dat dan meteen de actie eraf is. Wat dus nu ook aan het gebeuren is. Nu concentreer ik me ook meteen niet meer. Omdat ik die nuclear toch al niet meer kan halen. En dat is dus wel een beetje rot. Dat misschien die serie een beetje kan verpesten. Maar ja. Weet je, als jullie het willen zien, dan vind ik alles best. Ik doe wat jullie willen zien. Dus we gaan gewoon even goed opletten. Waar zitten jullie? Oh, daar. Basic Betty! Ah, kies. Die Basic Betty's doen ook geen reet, hè. Die kan ik misschien... Ja, ik denk dat ik gewoon wel één laat aanstaan. Dat is natuurlijk wel handig, één. Maar twee, dat is een beetje nutteloos. Ik had het eigenlijk ook al uitgezet. Maar ja, doordat dat game zo hard spaced, hè. Met het eruit kicken en afmelden en weet ik veel wat die allemaal deed. Had ik natuurlijk die class op een of andere manier niet meer. Dus, het zal allemaal wel, joh. Call of Duty is soms een beetje spacend. En dat zal het ook altijd blijven, want het is en blijft Call of Duty. En ik vind het wel best. En hoppatee, we hebben het potje gewonnen. 30-6. Het ging redelijk slow dit potje, maar... Ja, weet je... We moeten gewoon rustig spelen. Als we de orbital visit hebben, kunnen we erop aanrennen. We moeten uitkijken voor de campers. Als wij gewoon voor 10 kills de spawns blijven controleren. Dus 10 kills even heen en weer rennen, heen en weer rennen, heen en weer rennen. En dan in één keer, bats, boom, orbital visit inroepen. En dan rondjes door de hele map gaan rennen. Dan denk ik wel dat het mogelijk is om snel die nuked out te halen. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet me niet te liken voor echt gewoon een officiële serie hiervan. Ik weet niet of ik het ga starten. Dat ligt geheel aan jullie. Dus tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.